Lieve jij, welkom bij deze algemene reading. Wat mag ik meegeven aan jou? Je bent hier natuurlijk niet per toeval beland. Toeval bestaat niet. Dus luister goed, kijk, voel en neem de boodschap mee die hieruit komt voor jou. Waarschijnlijk kan die je vraag beantwoorden. Of zit je met een heel diep verlangen waarvan je niet weet hoe je dat moet realiseren of verwezenlijken. Luister dan goed naar deze kaartlegging. Ik ga ook een kaartje trekken uit de boodschappen van de dieren. Wat is belangrijk op dit moment voor deze persoon om te horen? Wat is belangrijk op dit moment voor deze persoon? Ik vind deze. Neem ik allebei. En dat is het konijn. Het is nu tijd voor geluk. En de panter. Kom weer terug in je kracht. Dus kom weer terug in je kracht. En het is tijd voor geluk. Op het moment dat jij in je kracht gaat staan, dan voel je je natuurlijk ook gelukkig. Dus op de een of andere manier lijkt het erop dat jij nog in de schaduw blijft staan. Wat je situatie ook is, hè? Welk probleem, als er een probleem is, die je mogelijk ervaart, wat dat ook is. Dat komt omdat jij jezelf klein houdt. Omdat jij jezelf niet op waarde schat. En het is tijd voor geluk. Het is tijd dat je dit gaat voelen. Dat jij ook klaar bent en ook echt voelt van ik ben er klaar mee om altijd op deze manier te voelen. Je bent klaar om dat te overstijgen. Om jezelf te laten zien. Om jezelf te waarderen voor wie je bent. Om te weten wat je waard bent. Om niet genoegen te nemen met minder. Om te durven gaan voor wat je wilt. Zonder je daar rot of schuldig over te voelen. Sorry. Dat is de bedoeling. Laat jouw licht schijnen. Die ga ik lezen. Lieve jij, laat jouw licht schijnen. Als deze kaart verschijnt, mag je het idee omarmen dat je klaar bent voor een grote transformatie. Namelijk die van jouw licht compleet te laten schijnen. Hoe dan, vraag je jezelf misschien af, door het besluit te nemen puur jezelf te zijn. Waarin durf je nog niet jezelf te zijn? Waarin ben je nog te veel anderen aan het pleasen? Waarin draag je nog een masker uit angst om afgewezen te worden? Op het moment dat jij gaat staan voor wie jij werkelijk bent, in jezelf gelooft en jezelf het allerbeste gunt, dan zal jouw licht letterlijk gaan schijnen. Je brokkelt het muurtje af wat je uit zelfbescherming hebt opgebouwd, want je hebt geen muurtje meer nodig. Je hebt de schaduw al lang genoeg doorleefd. Nu is het tijd voor het licht, lieve jij. Ja, eigenlijk een super mooie, duidelijke boodschap. Ook die panter, hè, kom terug in je kracht. Ga uit die schaduw. Ga jezelf durven laten zien, durven laten horen. Dat is echt de bedoeling voor jou. Ik ga de panter ga ik even lezen voor jou ook. Het vraagt moed om problemen onder ogen te zien, maar de spirit van de panter verschijnt om je te vertellen dat je moediger bent dan je denkt. Nu is de tijd om een risico te nemen en om het eens anders te doen dan je gewend bent. Spreek zoals je nog nooit hebt gesproken. Handel zoals je altijd al had willen handelen, als je de moed maar zou hebben. Heb lief zonder vrees of terughoudendheid. En sta klaar om de adrenaline te voelen die komt met je initiatie in de nieuwe, dappere en moedigere versie van jezelf.
Deze kaart zegt dat de tijd voor dromen achter je ligt en dat je nu de eerste moedige stap moet zetten om de kracht van de panter in jou weer terug te krijgen. Je nieuwe identiteit kan eerst misschien vreemd aanvoelen, maar je hebt het in je en je ziel wil dit. Wees moedig en kijk dan eens wat er gebeurt. Lieve jij. Oh, ik word daar zo blij van, omdat uit je comfortzone stappen is zo eng. Maar als je het eenmaal durft, dan ga je echt denken, had ik dit maar zoveel eerder gedaan. Want je hebt gewoon niks te verliezen. Niks. Je hebt alleen maar heel veel te winnen. Maar ja, het is eng, ik weet het. En toch wil ik je echt motiveren om dit te gaan doen. Om dit jezelf te gaan gunnen. Er kan namelijk niks fout gaan. Dat denk je, daar ben je bang voor en daarom doe je het niet. En dat houdt ons in dat leven wat nog veel, veel fijner en mooier kan zijn. Ik ga het konijn ook nog even voor jou lezen. Lieve jij, 93. Oh. Het is nu tijd voor geluk. Een zonnige weide roept je. En de spirit van het konijn verschijnt om je vanuit je donkere konijnenhol te leiden naar het licht, zodat je productiviteit en schoonheid kunt ervaren. Onder de grond lijkt het misschien lekker veilig, maar de magie gebeurt pas als je naar boven komt en het risico neemt om je kwetsbaar op te stellen en iets nieuws te creëren. Je wordt uitgenodigd voor een nieuw leven waar je nog geen ervaring mee hebt. Maar wees niet bang. Vandaag is het ook de dag om, net als het vrolijke en vruchtbare konijn, productief te zijn. Het maakt niet uit wat je van plan bent tot leven te brengen. Het zal sowieso vrucht dragen. Deze kaart geeft aan dat je geen fouten kunt maken. Dus laat de nieuwe ideeën opkomen en weet dat het nu tijd is voor geluk en geweldige mogelijkheden. Hier staat het weer. Je kunt geen fouten maken. Als iets jou tegenhoudt of als jij nu iets voelt van ja, dit is eigenlijk, ik weet waar het over gaat en dit is wat ik zou willen, maar ik durf het niet. Doe het. Ga het doen. Ga die stap zetten. Het kan namelijk niet fout gaan. Het enige wat fout kan gaan is, nou ja, fout wil ik het niet noemen, maar is dat je het niet doet. En dat je over een tijdje denkt, had ik het maar gedaan. Want je bent er al lang klaar voor. Al lang. En je hebt net even dat duwtje nu nodig. En weet je wat het fijne is? Als je het eenmaal die stap hebt durven zetten en ziet dat waar jij bang voor bent niet gebeurt, dan ga je steeds meer de dingen doen zonder het allemaal weer te overdenken. Je gaat steeds meer vanuit je hart leven. Je krijgt steeds meer bevestigingen dat dat ook de bedoeling is. En dan wordt het leven lichter en vrolijker en vreugdevoller. Daar is het tijd voor jou. Een hele dikke kus en tot de volgende keer.